Een duidelijkheid die het 8 december strafproces heeft gebracht, is dat de 15 slachtoffers die op mensonterende wijze zijn vermoord, zich niet schuldig hebben gemaakt aan het beramen van een tegenkoop. Dit brengt enige opluchting voor de nabestaanden. Volgens hun raadsman Hugo Esset is er genoeg bewijsmateriaal geleverd tijdens de rechtszittingen dat de beschuldiging vanuit de veroordeelden ontkracht. Het Hof heeft op meerdere momenten aangegeven dat de beschuldiging dat men met een invasie bezig was onzin en nogmaals onzin is, waarvoor op geen enkele wijze, en ik ga het benadrukken, maar het gaat om de goede naam van de slachtoffers. Op geen enkele wijze is gedurende de eerste rechtszaak bij de krijgsraad, de tweede rechtszaak bij de krijgsraad, maar ook nu bij het Hof van Justitie, is op geen enkele wijze gebleken dat de slachtoffers ook op enige wijze met een militair verzet bezig waren. Het was bekend dat de mensen tegenstanders waren van Boudersen, dat ze wilden dat de militairen teruggingen naar de kazerne. Maar het is onzin, pure onzin, dat de mensen met de coup bezig waren. En als het pure onzin is, dan is het pure onzin. Na de moorden in december 1982 heeft met name hoofdverdachte Desi Boudersen op verschillende momenten publiekelijk verkondigd dat de slachtoffers bezig waren met een coup tegen het toenmalig regime. Kort voor de uitspraak op 20 december heeft Boudersen op 16 december 2023 weer de beschuldigingen geuit richting deze Surinamers. Hij beweerde ook dat er onderzoeksrapporten zijn in binnen- en buitenland die zulks bevestigen. Meester Esset blijft erbij dat dergelijke uitlatingen worden gedaan om de moorden te rechtvaardigen. Als er iets niet vaststaat, nergens, geen enkel bewijs, alleen de verklaring van een oplichter van Haperen. Een man die veroordeeld is, wegens oplichting. Die komt verklaren dat de nabestaanden hem betaald hebben, of tenminste de slachtoffers. Maar hij heeft toegegeven dat hij de slachtoffers nooit heeft gesproken. Hij heeft ze nooit gesproken, nooit gezien, maar hij heeft geld van ze ontvangen en namens hun gehandeld. Hou op met die onzin, alsjeblieft.